In het eerste jaar van de Buma Music Academy deden er ruim 50 middelbare scholen mee. Nu, 4 jaar later, is dit getal vernegenvoudigd en zijn dit ruim 450 scholen en meer dan 650 klassen in heel Nederland die nu het lesprogramma volgen. Buma Music Academy helpt CKV en muziekdocenten hun muziekonderwijs vorm te geven, aan te vullen of spannender en beter te maken. Ook brengt Buma Music Academy de professionele muziekwereld dichterbij en is ook buiten de schoolmuren door het hele land te vinden. De website is een digitale portal tot alle media. Hier staat alle informatie over het project, een overzicht van de activiteiten, challenges en toegang tot alle social media. Eén feest wat jij niet mag missen. Verstaan ze mij? Jij wil dit niet missen. De docent kan via de website inloggen om naar de online lesomgeving te gaan. Eenmaal ingelogd heeft de docent toegang tot een persoonlijke omgeving en kan het aantal deelnemende klassen zelf aanmaken. Per klas kan er een lesroute worden samengesteld. De docent heeft alle vrijheid om een op maat gemaakte lesroute te creëren door het actuele en zeer diverse lesaanbod. Elke les bevat zowel een docentenhandleiding als mede materiaal voor de leerlingen. Meestal aangevuld met één of meerdere lesvideo's. Een van de 450 deelnemende scholen is de middelbare school De Amersfoortse Berg. We gaan het vandaag hebben over de verschillende soorten muziekinstrumenten. Dat doe ik door middel van het materiaal van de Buma Music Academy. Welke instrumentgroepen zie je voorbij komen? Omcirkel dat. Onze school heeft altijd al veel geïnvesteerd in muziekonderwijs. Maar ik ben zelf een docent die heel graag nieuwe dingen uitprobeert. En zo ben ik in aanraking gekomen met de Buma Music Academy. In de stof gedoken, het programma bekeken. En ja, het was zo verfrissend en zo vernieuwend dat ik dacht, nou, daar ga ik mee aan de slag. Wat je merkt aan de leerlingen is dat ze er heel veel van opsteken en er ook met heel veel plezier aan werken omdat het zo divers is. En dat zie je niet alleen bij de leerlingen die alle muzikale achtergrond hebben, maar ook bij de leerlingen die daar nog helemaal niet mee te maken hebben gehad. En dat is heel leuk om te zien als docent. In de online lesomgeving heeft de docent ook de mogelijkheid om een workshop aan te vragen van een muzikale professional. Menno Keij geeft workshops Ableton Live waarin leerlingen zelf digitaal muziek maken. Een goede aanvulling op de lessenreeks componeren. Bas geeft workshops jammen waarbij leerlingen ervaren dat samen muziek maken ontzettend leuk is. Leerlingen beleven zo ook hoe laagdrempelig muziek maken kan zijn. Docenten zijn te alle tijden op de hoogte van alle activiteiten die worden georganiseerd naast het lespakket. Leerlingen kunnen unieke muziekervaringen winnen door uitdagende challenges aan te gaan. Zoals maak een eigen dance track en win een meet and greet met een bekende DJ op ADE. Schrijf een eigen tekst en word uitgenodigd op de Rap Academy van het hip-hop label Top Notch. Maar er zijn ook challenges voor klassiek geschoolden of achter de schermen bij een theatershow van Direct of backstage bij een groot festival. In de online lesomgeving kan de docent er ook voor kiezen om de schoolact op te geven voor een landelijke competitie. In deze competitie strijden alle schoolacts uit het hele land tegen elkaar. Aan het einde van het schooljaar zal de strijd zijn hoogtepunt kennen tijdens het grote Buma Music Academy event. Op deze dag worden allerlei interessante workshops gegeven door bekende artiesten. Ze waren alle drie verschrikkelijk goed, ze hadden alle drie een goed liedje. Maar voor ons kon er maar één winnaar zijn en dat is Peer. Buma Music Academy zorgt ervoor dat muziek weer leeft op de middelbare scholen. Dankzij een vernieuwend en uitdagend lespakket.